Ze laat de trivialiteiten van de crematie gelaten over zich heen komen. Gelukkig heeft Thijs op zich genomen om iets te zeggen. Hij is geen spreker en leest zijn verhaal zorgvuldig formulerend voor, zonder op te kijken, bijna emotieloos. Met de dood van mijn vader Dirk Drosten is weer een stuk van de Twentse textielgeschiedenis verdwenen. Zijn grootvader, die ook Dirk heette, begon in 1898 in de spinnerij bij Van Dil. Hij was 14. Een wees die met een oom meekwam uit het straatarme Drenthe. Zijn oudste zoon, Jan, mijn opa, was 16 toen hij in 1928 bij hetzelfde Van Delden werd aangenomen als wever. Net als zijn twee broers trouwens. Jan kreeg 4 kinderen. Alleen de oudste, mijn vader Dirk, zette de traditie voort. Hij kreeg als eerste van de familie de kans om door te leren. Na de HBS ging hij naar de hogere textielschool in Enschede. Daarna kwam hij bij Van Delden op de afdeling productontwikkeling, waar hij hoofd was tot Van Delden na een lange strijd in 1972 failliet ging. Gelukkig kreeg hij een kans bij de enige textielfabrikant in Twente die het hoofd boven water wist te houden, Nijverdal ten Kate. Daar werkte hij tot 1985 toen ten Kate besloot om de afdeling modetextiel te sluiten. Hij was pas 50 toen hij als een van de laatsten toetrad tot het grote leger van Twentse textielwerklozen. Laura kijkt opzij naar Han. Hij is vanochtend gekomen met hun jongste zoon Mark. Han is 50, net zo oud als haar vader toen hij werkloos werd. Hij is leraar maatschappijleer aan het college Hageveld in Heemstede. Mark zit voor zijn eindexamen HAVO. Ze legt haar arm om de schouder van haar zoon. Een gebaar dat hij tot haar verbazing weet te waarderen.